Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in de midweek speelronde, speelronde 6 van de Eredivisie. En natuurlijk de wedstrijden die we gaan voorspellen voor speelronde 7 van de Eredivisie. Laten we eerst even naar de uitslagen kijken. Fortuna tegen Ajax werd 0-5. Dat betekent dat Ajax heel hoog doelsaldo heeft na die afgelopen paar wedstrijden. RKC tegen Willem II werd 1-2. Ook Go Ahead Eagles PSV werd 1-2. NEC verloor met 0-3 van FC Utrecht. FC Groningen verloor met 0-1 van Vitesse. Feyenoord won in de Kuip met 3-1 van Heerenveen. PEC Zwolle Sparta werd 1-1. Cambuur tegen Heracles werd 2-1. En FC Twente won met 3-1 van AZ. Dan is dit de ranglijst op dit moment. Ajax staat bovenaan met 16 punten. Dan komt er PSV met 15 punten. Willem II staat derde. Wie had dat ooit verwacht? Met 13 punten. Feyenoord staat vierde met 12 punten. FC Utrecht vijfde met 11 punten. FC Twente en Heerenveen hebben 10 punten. Cambuur en Vitesse hebben 9 punten. NEC staat tiende met 8 punten. Dan komt Go Ahead Eagles met 6 punten. Ook Sparta heeft 6 punten. RKC staat dertiende met 5 punten. Ook FC Groningen heeft 5 punten. Heracles staat 15e met 4 punten. Net als Fortuna Sittard, die hebben ook 4 punten. AZ staat 17e met 3 punten. Pijn in mijn hart. En PEC staat laatste met 1 punt. Dan is dit de voorspellers top 8. Massimo is helemaal naar de top geklommen omdat hij heel veel punten had gehaald. Die staat namelijk eerste met 55 punten. Dan komt Jesper met 53 punten. Brian staat derde met 51 punten. Milan, dat ben ik. En Jarno staan vierde met 50 punten. Martin is de top 8 bestormd. Die is namelijk ook een weekwinnaar geworden. Die had de meeste punten gehaald. Hij staat zesde met 46 punten. En dan komen Joey en Stan op de zevende plaats met 45 punten. De volledige stand is natuurlijk weer te vinden in de beschrijving. Dit zijn de wedstrijden die we gaan voorspellen in speelronde 7 van de Eredivisie. Aankomend weekend, het begint zelfs morgen al, dus je moet snel zijn met je voorspellingen. Willem II tegen PSV, Ajax ontvangt FC Groningen, Vitesse moet tegen Fortuna Sittard, FC Utrecht PEC Zwolle. Feyenoord moet tegen NEC, Sparta ontvangt Cambuur, AZ moet tegen Go Ahead Eagles, Heerenveen tegen FC Twente en als laatste Heracles tegen RKC Waalwijk. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En zie jullie heel graag weer bij de volgende aflevering. Ik wil nog maar één ding zeggen. Adios, amigos.